We zijn hier in Arnhem en ook hier ga ik eens even testen of de mensen nou enig idee hebben hoeveel ze nou eigenlijk waard zijn. Jeetje, ik kan daar zenuwachtig van worden. Ja, ik denk misschien wel 500.000. Je hebt me wel toevallig op echt een heuveltje af moment, vraag je me dat. Nou, ik denk zeker wel 1 miljoen. 1 miljoen? Ja. Nou, wat fijn voor u. Ik denk dat ik wel 10.000 euro in de min ben. Als, okay. Als ik alles op en aftrek. 30.000, denk ik. Weet u hoeveel u gegeven heeft? Oh, dat weet ik niet wat erin zat. Ik kiep dat dan om. Maar het tientje, 20 euro? Ik weet het niet. Dus... Nou, ben ik bezig met een programma en dat heet Hoeveel ben je waard? Okay. En daarin praten wij over geld. Ja. En eigenlijk zou ik heel graag met jullie mee naar huis gaan en jullie complete handel en wandel bekijken. En uiteindelijk dus met een waardeoordeel komen hoeveel jullie waard zijn. Oké. Okay. Lijkt jullie dat wat? Nou, ik denk dat het goed is. Ja, ja hoor. Is goed. Ja. Ja. Binnen. Je woont er net volgens mij. Ik woon er niet zo heel erg lang. En jij zingt dus? Ja. En wat verdien je dan per keer? 120 euro per avond. Ik ben loodgieter. Verdient het ook een beetje? 21, 22, 100 euro in de maand. De ene keer verdien ik 2000 euro per maand en de andere keer is het 12.000 euro. Ik heb dit met even niks. Ik heb een simpel koen. En ik heb een 40 hectare land. Ik ben manager bij Feestcafé. Oké. Okay. Wat geef je nou uit aan een maaltijd per dag? 20 cent. 20 cent? 25 cent ligt eraan, hè. Wat geven jullie uit zo gemiddeld in de week aan boodschappen? Aan boodschappen? Nou, ik denk zo rond de 80 euro ongeveer. Ja. Oké, okay, ik zie biefstuk, champagne, nog meer champagne. Kijk, klaar voor vanavond. 1 kilo gehakt voor de spaghetti. Ja. Maar we gaan ook best wel vaak het eten. Ja. Te vaak. Wat geef je daaruit? 500 euro in de week, 600 euro. 2000 euro in de maand. Ja hoor, gelukkig, daar is ze. Financiële rots in de branding. Fijn dat je er bent. Ik kan je namelijk heel goed gebruiken vandaag. Ja. Ik wil heel graag afschriften hebben van jullie rekeningen. Ook van al jullie rekeningen die jullie hebben. Zouden jullie die voor mij kunnen opzoeken? Mijn vrouw regelt meestal alle dingen. Het is meestal wel in alle puntjes goed verzorgd. Ja, dit is de papieren van de hypotheek. Oké. Okay. En dit zijn de papieren van de lening, als het goed is. Aangifte inkomstenbelasting, heb je die ook? Moet ik wel even naar mijn vrouw kijken. Nee. Waar lag die ook alweer? Echt blackout, gewoon echt. Ik wist helemaal niks meer. En ik ben gewoon heel druk gaan zoeken en lichtelijke paniek. Salarisstrookjes. Oh nee, nee. Nee, ook niet hoor. Heb je nog een dagje? Jij bent makelaar in Huissen en omgeving. Kom verder. Lekkere ruime woonkamer. Kijk eens even aan. Een loei van een dakterras. Stoomcabine. Even kijken of die deuren. Dan taxeer ik het pand op 325.000 euro. Oké. Okay. Erik, welkom op de oprit van Joop en Petra. Daar bevindt zich dit prachtige, compacte modelletje. 1,5 week oud. Ontzettend leuk. Nou, het zal gekost hebben. 9,5? Ja? Ja, zoiets. Maar een paar weken oud. Maar toch ben je al 1000 euro kwijt. We hebben te maken met een groot gezin. Dus ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 fiets. Ik schrijf 1000 euro voor alle fietsen. Zo, hebben we hier van goud de blokkenzaal. Is het niet enig? Hoe laat is het? Dan heb je geen bril bij nodig. Hè? Nee, als het daar niet meer op lukt, dan heb je echt een probleem. Kijk, hoe leuk. Ja, leuk hè? Weet je hoe ze heet? Ik denk de familie Haan. Familie De Haan. Vraag is wel. Hoeveel zijn jullie echt waard? Ik denk kleine 60.000. Het zal nog geen ton meer zijn, denk ik. Heb je enig idee? 15.000. Gaan we kijken. Het is ongelooflijk. Je bent op dit moment waard. Fuck. Oh jezus. Waar mag ik tekenen? Ja, dat vermoeden had ik al. Het viel echt heel erg tegen, vond ik. Dus, gewoon lekker doorleven, denk ik. Proost. Proost, hè. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Ik ga morgen toch die auto kopen. Ik was zeggen, je hebt gelijk.